proficiat bij jullie hier voor zoveel zijn in Gent. Bravo! En ik kan ook Leuven, collega's, en jullie, collega's en vrienden, staan in Leuven op dezelfde manier aan de piketten en in de stad, zoals zij dat vandaag doen, overal in Vlaanderen. En ik wil speciaal ook de mensen van hart boven hart welkom heten. Zij vullen de acties goed aan en dat geeft ook weer waar we mee bezig zijn. Allemaal samen! Mijn collega's, 15 december zou de finale zijn. We zullen zien of het de finale is en of het hier vandaag er zal bij blijven. Ik vrees van niet. Hè. Meer dan 80% van de mensen is het oneens met de maatregelen. Vindt ze onevenwichtig. Meer dan de helft van de mensen heeft begrip voor de staking. Hoort goed, het begrip voor de staking. En de andere helft, collega's, misschien wat minder. Je komt er af en toe zo wel eens een tegen. En bedenk dan, ook voor die helft staan wij hier vandaag. Want elk resultaat dat wij samen binnenhalen, zal ook voor hen zijn. En voor de collega's in de non-profit wil ik u zeggen, wij doen minimumdiensten, collega's. En ik vind dat de pers eindelijk eens zou moeten uitleggen wat dat precies betekent, minimumdiensten. Dat betekent dat vandaag honderden en duizenden collega's op de diensten staan. Omdat we de patiënten niet in de steek laten en omdat wij opkomen voor de zorg waar ook zij recht op hebben. En wij pikken het niet als dat in de pers wordt afgedaan, alsof jullie sector vandaag niet mee zou doen. Nee, in 25 jaar non-profit heb ik nog nooit zoveel stakers gezien die vanuit de witte woede in de instellingen staking in de echte betekenis van staking vandaag meedoen met alle andere sectoren. En als men dan zegt, ja, er zijn opvorderingen in 10 ziekenhuizen en in een 20-tal instellingen, collega's, dat is de waarheid geweld aandoen, want die opvorderingen die zeggen niks over de stakingsbereidheid. En ik moet met een eenvoudig voorbeeld aan de pers uitleggen hoe het in werkelijkheid gaat. 120 personeelsleden in een rusthuis, 7 opvorderingen. Gaat u dan schrijven in uw krant, oh ja, 7 opvorderingen, so what? Op de stakerslijst van de rusthuis, collega's, staan 50 stakers en geen 7. En ik vind dat er respect moet opgebracht worden voor die minimumdienstregeling en voor het feit dat dat de manier is waarop wij met een positieve boodschap toch tegelijkertijd voor de zorg opkomen en de staking volop ondersteunen. En allemaal weten jullie dat ook, zoals ze in de pers vandaag zeggen. Sociale acties hebben nog nooit iets opgeleverd. En ze hebben gelijk. Ze hebben gelijk, want we hebben nog altijd geen minimumloon. We hebben nog altijd geen 38-urenweek. We hebben nog altijd geen 8-urendag. We hebben nog altijd geen sociale zekerheid. We hebben geen betaalde vakantie. We hebben niks, collega's. Want sociale acties in het verleden leveren niks op. En vandaag leveren ze ook niks op. Dat is wat men zonder probleem in de pers zegt. Dat is geschiedenisvervalsing en volksverlakkerij. En in de non-profit kunnen wij het weten, want ook daar hebben de sociale acties niets opgeleverd. Het is niet waar dat er tienduizenden jobs zijn bijgekomen door actie en betoging. Het is niet waar dat wij gelijke lonen hebben, dat wij toeslagen hebben omdat we op zondag werken. Dat is allemaal niet waar. We hebben geen eindejaarspremie. Al die acties hebben tot niets gediend en we hebben de regeringen niet gedwongen om te investeren in zorg en welzijn. Dat is de waarheid geweld aan doen, collega's. Dat is geschiedenisvervalsing en volksverlakkerij. En we zijn 3 keren gepakt in de non-profit. De eerste keer als burger. Zoals jullie allemaal als burger krijgen wij ook in de non-profit de factuur. Collega's hebben het al uitgelegd wat er allemaal op die factuur staat. En in uw familie zullen ongetwijfeld jongeren geen uitkering krijgen als ze van de school komen, als ze afgestudeerd zijn. Er zullen ongetwijfeld mensen zijn die geen
aanvullende werkloosheidsvergoeding meer krijgen omdat ze maar deeltijds kunnen werken. Er zullen ongetwijfeld oudere werklozen in uw familie zijn die hun uitkering zullen zien verminderen en als ze de pech hebben om langdurig ziek te zijn, ook nog geen aanvulling meer krijgen omwille van die ziekte. Dus kom ons niet vertellen dat dat over niemand gaat, hè. Dat gaat over de hele bevolking, collega's. Tweede keer worden wij gepakt in de non-profit als werknemer, net zoals alle andere werknemers. Index, langer werken, jullie weten het allemaal. En dan ook een derde keer als werknemer in de zorg. Waarom, collega's? Omdat wij ons zeer ongerust maken over welke kant het opgaat met zorg en welzijn in deze samenleving. En dat is niet alleen de federale regering die zegt dat ze 2,8 miljard zal besparen op de sociale zekerheid. En dat zal niet zonder gevolgen blijven, dat is onmogelijk. Bovenop halen ze er 1,4 miljard nog eens uit om de put nog groter te maken en die lastenverlaging aan de profit te geven zonder enige garantie op jobs. Dus zij zorgen dat er een put is in de sociale zekerheid door het geld weg te geven aan de profit en door bijkomend een groot bedrag te besparen. En wij zullen die besparingen voelen en we zullen die in de non-profit ook bestrijden. De Vlaamse regering, ik ga daarmee ophouden, die leeft een beetje in de schaduw vandaag. Het gaat precies niet over hen. Minister, eerste minister Bourgeois loopt rond in die schaduw, onze goede huisvader die goed voor ons zorgt. Want de Vlaamse regering, collega's, die liegt er maar op los. Ik zal een paar voorbeelden geven. Zij zeggen ja, wij investeren 60 miljoen in 2015 in de zorg. Maar ze zeggen er niet bij dat ze tegelijkertijd 250 miljoen euro besparen in de zorg. In hetzelfde jaar. Nu moet ik dat toch niet uitleggen. Ik geef u 60 miljoen nadat ik er u 250 afneem. En dan zeg ik u, ik heb goed geïnvesteerd in u. Zo maken ze bij ons de rekeningen niet. De zorgverzekering, collega's, gaat van 25 naar 50 euro. Voor iemand met een inkomen kun je zeggen, ça va, dat gaat misschien toch nog wel. Zeker als ik weet dat die zorgverzekering mee moet helpen voor de wachtlijsten in de gehandicaptenzorg en voor de zwaar zorgbehoevenden. Maar wat doet de Vlaamse regering? Onze 50 euro... 104 miljoen in totaal moet er bijgelegd worden, willen we ook wel. En tegelijkertijd, en dat hoort je niet in de media, haalt de Vlaamse regering hetzelfde bedrag, 104 miljoen, weer uit diezelfde zorgverzekering. Dat is liegen. Ik zal afronden, collega's, een veelgestelde vraag vandaag is, en wat na 15 december? Dat is eenvoudig. 16 december. En al de rest, die zou beweren dat jullie het zullen opgeven, omdat er geen resultaten zijn, ik denk het niet. Ik denk het niet. Als ik hoor en zie, wat wij vandaag zien, is echt wel nieuw, is ongezien, collega's. En niemand van jullie kan zeggen, als er geen resultaten komen, dan stoppen we er maar mee. Wij zullen doorgaan. Want wij willen deze samenleving niet zien veranderen. Wij willen een solidaire samenleving met zorg en welzijn voor iedereen. Hou vol!